Bakkerij Het Stoepje versus Bakkerij De Broodpiraat. Het is niet de eerste keer dat de twee partijen samen voor de rechter staan. Een paar jaar geleden was er een grote rel omdat een nieuwe concurrent, De Broodpiraat, te veel op Het Stoepje zou lijken. Dat loste de rechter allemaal op. De verschillen zijn nu duidelijk. De Broodpiraat, dat is de naam zegt al, De Broodpiraat is een hele andere naam. Bovendien is alles in het zwart. En Het Stoepje is allemaal geel. En dat kun je duidelijk het verschil zien. Ik zie dat wel. Maar nu is er opnieuw een ruzie. Dit keer tussen bakkerij Het Stoepje en één oud werknemer. Die stapte in mei over naar De Broodpiraat, maar bleef in zijn kraam de spullen van Het Stoepje gebruiken. Vandaag werd de marktkoopman voor de rechter gesleept. En je zou even denken dat deze nieuwe ruzie de andere franchisers van slag brengt. Moet er wel goed om. Maar op straat gaat alles gewoon door. De marktkooplui kunnen wel rollend over straat gaan. Voor de klanten maakt het allemaal geen bal uit. Het is net wie er staat. Ik let daar eigenlijk, moet ik zeggen, helemaal niet op. Hoor. Kijk, ik ga ervan uit dat als je het brood nodig hebt, dan haal je gewoon brood. Bij degene die op dat moment voorradig is. Nou, of nou de broodpiraat is of Het Stoepje, dat maakt me eigenlijk niks uit.